Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag gaan we een vergelijking doen tussen de Mini Noise Putty en Putty with Glitter. De potjes die zijn in ieder geval eigenlijk praktisch hetzelfde. Ze hebben allemaal een even groot aantal hoeken, 8 namelijk. En boven hebben ze zo'n dekseltje. In ieder geval zien die er dus precies hetzelfde uit. Maar of de inhoud hetzelfde is, dat gaan we zo meteen uitvinden. Van deze soorten van een Mini Noise Putty heb ik 4 verschillende kleuren. En hier, die met glitter, daar heb ik er 6 verschillende van. Bij deze hier, daar heb ik in een van mijn laatste video's al een mengsel gemaakt. Dit is er eentje van groen en blauw. En dit is er eentje van roze en geel. En dan heb ik er hier nog eentje van roze met blauw. Dat betekent dat ik daar 7 verschillende kleuren van heb. En hier 6. En als eerste gaan we eens eventjes kijken naar de kleuren blauw en blauw. Qua kleur ziet dit er heel erg hetzelfde uit. Hier zie je nog wel die glittertjes natuurlijk. Dat is wel een van de grootste verschillen. En ik vind dat die er iets transparanter uitziet. Maar verder bijna hetzelfde qua kleur. Dan de roze, daar is het verschil al vrij groot. Deze ziet er donkerder uit en die linker ziet er meer neon uit. Dan gaan we verder met geel, dat is eigenlijk hetzelfde. Hier zo meer citroengeel en daar meer neongeel. Dus een klein kleurenonderscheid. Vervolgens groen. Die lijken best wel op elkaar. Dat is dan mijn paarse mengsel en dan vergelijk ik die even met de paarse. Dit is ietsje donkerder vind ik, maar verder ook best wel hetzelfde. Dan heb ik hier mijn zelfgemixte oranje. Die is wel best wel anders. Deze is wat meer rood, de linker, en deze is meer geler. Goed. Genoeg over de kleuren. Dus deze zijn gewoon iets feller qua kleur, vind ik. En die aan de rechterkant die zijn wat donkerder. Maar verder lijken ze op zich best wel op elkaar en zijn alsnog allemaal mooie kleuren. En dan ga ik die groene glitter er even uithalen uit het potje. En hier zo haal ik ook de groene glibber eruit. Zo, het is gelukt. En ook hier haal ik de glibber eruit. En als eerste kneed ik ze allebei een beetje, zodat ik ook een idee krijg van hoe ze er aanvoelen. Het voelt eigenlijk best wel hetzelfde. Ik kan niet echt een verschil voelen. Dan ga ik eens eventjes de test doen of je hem zo uit elkaar kunt rekken. Uitrekken, dat gaat redelijk. Best wel goed. Hij is relatief elastisch, maar op een gegeven moment gaat hij wel stuk. Dan ga ik hier eens kijken. Oh, en dat gaat echt helemaal niet. Deze glibber die breekt eigenlijk gelijk wel. Behalve als je heel voorzichtig en langzaam de glibber uitrekt. Dat breken gaat dan toch wel een stuk makkelijker bij beide soorten. Nu ben ik benieuwd welke er beter kan stuiteren. Tja, ik heb het idee dat ze allebei hetzelfde stuiteren. En ook qua kleur zien deze er echt bijna hetzelfde uit. Alleen zitten hier dus glittertjes in en dat maakt dan wel een groot verschil. Ik zou zeggen dat het eigenlijk bijna hetzelfde product is. Ook nog eens in bijna hetzelfde potje. Het enige grote verschil vind ik eigenlijk dat er in die rechter soort, daar zitten glittertjes in. En verder zijn ze voor mij eigenlijk compleet identiek aan elkaar. Toch was het wel leuk om dit te kunnen vergelijken. Ik had eigenlijk al
een beetje verwacht dat ze wat anders zouden zijn qua structuur of dat ze wat de een wat minder snel zou breken dan de ander, maar ze zijn eigenlijk gewoon praktisch hetzelfde. Dus het maakt niet zo heel veel uit welk merk je hebt. Het was heel leuk te doen om dit te vergelijken. Je kunt me in de reacties laten weten wat jullie ervan vonden of jullie nog meer ideeën hebben wat je nog kunt vergelijken hiermee. Misschien hebben jullie daar nog wat ideeën over, laat dat dan maar weten. En als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk ook onze andere video's, abonneer je op ons kanaal en tot de volgende keer!